De assistent minister van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China, Qin Gang, is momenteel in Suriname voor een werkbezoek. In dit kader heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag een persconferentie belegd. Tijdens de ontmoeting met de pers hebben minister Ilde Spiegelen en haar collega uit China de nadruk gelegd op de goede band tussen de twee landen. Deze samenwerking moet volgens hun versterkt worden in de toekomst. Spiegelen gaf aan dat de relatie met China gebaseerd is op wederzijds respect van beide landen. Wij in het buitenlands beleid gaan als eerst voor het Surinaams belang. Ten tweede wil ik benadrukken dat de relaties die worden aangegaan op basis zijn van wederzijds respect, op basis zijn van een mutual agenda, dus een gelijksoortige samengestelde agenda, waarbij beide partners evenveel voordeel aanhalen. Dus we zijn geen underdog in de relatie met China. We worden ook niet zo geacht. En ik denk dat het relevant is dat u weet dat het bezoek vandaag ook dat demonstreert. Dat we als land gezien worden als een belangrijke, soevereine staat die haar eigen agenda kan bepalen en waarover je met de partner met wie je aan tafel zit gelijkwaardig in discussie kan gaan. De Chinese minister Qin Gang legde uit dat Chinezen zich de afgelopen jaren goed hebben geprofileerd binnen de Surinaamse gemeenschap. As long as 164 years ago, the first batch of Chinese arrived in Suriname, but they are not here to be colonialists. Instead, they become participants in the development of Suriname. They become part of this national, this history of development of this country. And till today, we can still find Chinese shops and Chinese restaurants everywhere in Suriname. And those people, they live in harmony and in good relations with the local people. Minister Qin Gang uit China tijdens de vandaag gehouden persconferentie. Hij is vanaf gisteren op werkbezoek in Suriname.